Café live vanuit de Vorstin in Hilversum. We gaan vanaf nu elke maand de vinger aan de politieke pols leggen. De politieke Hilversumse pols. En dat is belangrijk dit seizoen, want er komen gemeenteraadsverkiezingen aan. Hey Jan? Ja. En voor de eerste discussie zijn twee lijsttrekkers aan tafel geschoven om even te kijken wat er nou eigenlijk te kiezen valt. Het zijn twee dames die de lijst aanvoeren van politieke partijen. Voor Hart voor Hilversum is het Leonie Sajas en voor Leefbaar Hilversum is het Mirjam Koloos. En Boy Scholten kan die twee dames niet alleen aan, dus heeft hij iemand uitgenodigd om naast hem te zitten. Geef ze een hartelijk applaus, Boy Scholten en Willem Daniels! Hartelijk welkom Willem Davids, we zullen het even repareren meteen. Dames, Robert-Jan kondigde jullie al aan als lijsttrekker, maar dat is misschien wat een beetje voorbarig, want jullie zijn officieel nog helemaal geen lijsttrekker. Leonie? Nee, klopt. Bij ons is het ALV 24 oktober en dan wordt dat pas vastgesteld. Dus... En dat word jij gewoon, toch? Dat kan niet missen, toch? Nou, dat zou ik echt niet weten. Okay. De 24 oktober, daar weten we meer. Okay. Maar je bent wel beschikbaar, toch? Ja. Dan is het klaar. Mirjam? Bij ons komt de ledenvergadering ook nog. Dat is ook eind oktober bekend. Maar ik ben wel genomineerd. Dat kan ik je wel bent stappen. Genomineerd? Ik ben genomineerd. Okay. Hoeveel nominaties zijn er verder nog? Twee. Twee? Ja. Dus dat is een keuze uit drie bij jullie? Ja, maar dat is niet moeilijk. Dat is niet moeilijk. Hey, en waarom wij jullie uitgenodigd hebben is natuurlijk eigenlijk van... Waarom zitten we eigenlijk nog met twee dames aan tafel... en waarom zitten we niet straks één lijsttrekker voor twee lokale partijen? Mevrouw Sajas. Hebben we het er vaker over gehad, hè? Ja, en wij blijven erover doorgaan. Ja, snap ik. Het lukt u niet om die andere partijen erbij te halen? Nou, we hebben natuurlijk al heel veel pogingen daartoe ondernomen... 4 jaar geleden hebben we dat geprobeerd. Met een aantal voorgangers van mevrouw Koloos uitgebreid gesproken. En dat is toen niet gelukt. En het is daarna weer niet gelukt. En inmiddels is Hart voor Hilversum doorgegaan en doorgegroeid. Ja. En staat goed op de eigen benen. Maar dames onder elkaar kunnen dat toch veel beter regelen? Mevrouw Koloos. Nou, heeft u geen poging alleen met dames gedaan? Onder elkaar, hoor. Nee? Heeft u geen poging gedaan om... aan te sluiten? Dat heeft wat andere oorzaken bij ons. Oh. Wij hebben een heftig jaar achter de rug. Ja. En de eerste lijsttrekker die is verdwenen. Die is voor zichzelf begonnen. Tenminste, dat is gezegd. En de tweede is helaas dit jaar overleden. En dat hebben we zeer betreurd. En dat gaat niet in de koude kleren zitten, ook niet bij ons. En ik ben eigenlijk officieel pas begin juli de fractievoorzitter. En om dan direct ook, dan heb je het reces nog. Eigenlijk zijn we nog maar net begonnen. Okay. Dus om dat nu direct te gaan regelen. Maar op dit moment hebben we besloten om door te gaan als Leefbaar Hilversum. Want we hebben genoeg te bieden aan de kiezer. Okay. En dat heeft Hart voor Hilversum ook. Ja. En dat maakt het zo moeilijk voor de Hilversummer. Nou, dat is niet moeilijk. Nou, er zijn twee lokale partijen. Stel dat ik op een lokale partij wil stemmen. Waar moet ik dan op gaan stemmen? Ja, op Hart voor Hilversum natuurlijk. Ja, wij vinden op Leefbaar Hilversum. Okay. Kijk, je hebt ook vele smaken in de supermarkt. Kijk naar chips, honderden soorten. Waarom de een of de ander? Het is maar net de smaak van de persoon. Kijk, wij onderscheiden ons toch van Hart voor Hilversum. Misschien een goed idee om dat eens... Want het is, stel je voor, je hebt een dorp, het heet Hilversum... en er zijn twee lokale partijen. En ik denk dat het ontzettend leuk is dat, dat er überhaupt één lokale partij is... opkomend voor Hilversum. Nu hebben we de twee en er zijn verschillen. Ja. Wat is nou een belangrijk verschil? Je moet niet vergeten dat het Leefbaar Hilversum er als eerste was. Ja, nee, dat snap ik wel. Nou, maar we zijn nu 2013. Dat telt niet meer. Nee, maar wij zijn altijd een constructieve, positieve partij geweest. Gelukkig. Maar... Ja, en dat zijn wij nog steeds. En die pogingen die zijn geweest. Ja. Alleen er zijn toch wat verschillen. Oké, daar waren we gebleven. Ja. Wat zijn de verschillen? Wij vinden dat Hart voor Hilversum toch gedurende de laatste jaren, als ik dat zelf zo ook een beetje vanaf de zijlijn kijk, toch vaak een beetje tegenstemt, ook in de raad. Tegen wat? Tegen allerlei voorstellen. Ja, tegen wat? Nou ja, wat er op de agenda staat. Zoals? De HOV, ja. HOV, ja. Nou, de een is voor, de ander is tegen. Is dat zoiets? Ja, dat bedoel ik niet per se, maar wij denken meer anders. Wij kijken meer van het voorstel wat er dan is vanuit het college. Van hoe kunnen we daarin meegaan? En Hart voor Hilversum, die kijkt toch vaak meer van hoe kunnen we dat veranderen? Weet je, dat is toch een verschil. Weet je dat het, als je nou naar hier naar kijkt, dat het ontzettend ingewikkeld is. Het is ook ingewikkeld. Je bent kijker en je wilt graag, je komt op voor Hilversum, want je houdt van Hilversum. Want je hebt er hart voor en het is leefbaar en...
En dat gaat over Piet Luttige, tenminste... Nou, kijk, nee... Piet Luttige... Ze geeft wel een heel duidelijk verschil aan. Ze zegt, bij Leefbaar, als je met het college wil meegaan, dan moet je bij Leefbaar blijven. Ja. Maar als je de dingen wil veranderen, dan bij Hart voor Hilversum. Nou, dat vind ik wel een goed uitgangspunt, want wij willen inderdaad dingen veranderen. Wij gaan alleen maar mee als wij dat ook zo vinden natuurlijk. Maar wij zijn ook de eerste partij die het college toch meermaal wijzen op risico's. Neem Anna's Hoeve. Wij zien daar een groot risico van 20 miljoen. Dat nieuwe gebied dat daar geëxploiteerd wordt. Ja. Er is 7 miljoen gereserveerd door het college. Wij zien daar een verschil van 13 miljoen. En waar wordt het meegedekt? Wij zien... Ziet u dat dan niet, mevrouw Zadel? Nou, wij hebben al heel lang... Dus eigenlijk zijn het eens, toch? Voor ons de stekker uit het plan Anna's Hoeve getrokken. Om diezelfde reden, omdat de risico's... En daar kwamen ook nog de bufferbakken bij. Daar heeft onze fractie zich echt sterk voor gemaakt. Om aan te tonen hoe groot die risico's inderdaad zijn. Ja, dat de bufferbakken, is nog een heel onderwerp geweest. Oh ja, nee. Van de bufferbakken van de nieuwe rioolwaterzuivering. Oh, de bij spanriool. Ja. Juist, precies. Ja, nee, en daar is nog heel wat over te zeggen. Over bufferbakken. Ja. Nee, maar goed. Ja. Maar dus daarin verschillen we dus ook inderdaad niet van mening. Nee. Dus gaan we nog meer dingen verzinnen om van mening te verschillen of niet? In een vorige uitzending heb ik u gehad met een ander van Leefbaar Hilversum. Die versprak zichzelf, die ging zelfs voor Hart Hilversum daar zitten. Toen constateerden we al dat er geen verschillen waren. Is het niet een beetje kunstmatig nu de verschillen gaan roepen? Nee, Boy, ik denk dat wat Mirjam zegt, dat gewoon een ding is wat binnen Leefbaar speelt. Er is inderdaad heel veel gebeurd in de afgelopen jaren. En Hart voor Hilversum is gewoon ondertussen gestaag doorgegroeid. En is een volwassen partij geworden. En ik vind het heel vervelend, ook persoonlijk, voor wat er binnen Leefbaar allemaal is gebeurd. En ik kan me gewoon vanuit hun perspectief heel goed voorstellen dat ze even op adem moeten komen. Dus ik ga nu ook, gaan wij niet aan ze lopen trekken en duwen. En bovendien, de posities zijn ook veranderd. 4 jaar geleden waren we ongeveer even sterk. En nu is Hart voor Hilversum volwassen en Leefbaar, die moet weer even krachten komen. Even terug naar 4 jaar geleden. Toen had je Leefbaar Hilversum 5 zetels, dat werden de 2. Hart voor Hilversum kwam, dat werden de 3. Saldo, 5-5 is 0. Lopen dat risico nou niet weer dan? Dat hoop ik natuurlijk niet. Dat weet je niet. Je weet ook dat ik altijd voorstander van 1 lokale partij ben geweest. Dus wat dat betreft ben ik daar ook nog steeds niet in veranderd. En kunnen jullie daar nou niet over gaan praten dan alsnog? Want u zegt ja, de reces en toestanden, et cetera. Maar jullie zouden toch nog gewoon aan tafel kunnen gaan zitten. En zeggen van nou, laten we eens kijken, die verkiezingen, dat komt eraan. 1 lijst, 1 programma. Ik zie blikken over en weer. Ja. De liefde komt toch wel op gang, of niet? De liefde... Kijk nou, ze lachen allebei. Nee. Ja. Nou, ik vind het een beetje moeilijk om uit te leggen. Omdat je weet al hoeveel pogingen er al zijn geweest. Ja. Serieuze pogingen. Het is geen spelletje. Nee. We zijn hier ook met serieuze dingen bezig. Wat er met Leefbaar is gebeurd, is heel vervelend. Zij moeten ook weten wat ze willen. Maar je moet ook niet vergeten dat wij niet meer gelijk zijn. Nee, mag ik ook nog wat toevoegen? Ja. Kijk, Hart voor Hilversum is wat groter geworden. Ja. Maar als je ook kijkt, sommige personen die erbij gekomen zijn, dat zijn ook wel weer personen van andere partijen. Ja. Dus iemand uit de SP, er komt iemand uit de voormalig VVD. Dan zie ik het toch ook een beetje als een bonte verzameling van politici op een platform voor Hart voor Hilversum. Kijk, goed hè, dat is echte Hilversumse politici. Ja, maar en dan niet zomaar Hilversumse politici, maar zeer gerenommeerde. Dan denk ik van, is die dat komen dan bij de lokale partij. Als die mensen eerst, hoeveel jaren voor een bepaalde partij gaan. Ja. En dan gaan ze over naar een lokale partij. En Leefbaar Hilversum is al 15, 16 jaar een lokale partij. En daar zijn steeds dezelfde mensen gebleven. Ja. Jij zijn altijd mensen die toch vrijwel echt voor die lokale partij gaan en niet uit een andere partij. Maar deze komen. Mensen zijn ook lokale mensen. Het zijn ook mensen maar heel Hilversummers. Die zaten bij een landelijke partij vaak. Ja, en zo wordt er wel meer geswitcht. Maar het zijn wel mensen die een echt hart voor Hilversum hebben. Die dat voor Hilversum gaan. Mij ook, dat is en dat hadden ze ook toen ze in die andere partij zaten. En bovendien vind ik het ook. Ik ben er persoonlijk ontzettend trots op dat ze bij Hart voor Hilversum zijn gekomen. Want het zijn niet de eerste en de beste. Het zijn zeer gerenommeerde mensen. En dankzij hun deskundigheid kan Hart voor Hilversum alleen nog maar nog sterker worden. En ik ben er super blij mee hoor.
We hebben nog een paar minuten. Ja. Mirjam, even gewoon op de man af of op de vrouw af. In het algemeen, is het een goed idee dat één dorp of één stad één lokale partij heeft? Dat vind ik wel, ja. Dat vind je wel? Ja. Goed, nou, daar zijn we. Dat is in elk geval een stap. Ja. Laten we de volgende keer, want we komen er vanavond niet uit. Je hebt nog 2 minuten, je hebt nog alle tijd, wat wij bespreken. Van ja, we gaan een poging doen, zou nog kunnen. Of ja, misschien maar toch een goed idee. Mirjam kan echt, die kan altijd lid worden van harte. Ja, je kan ook bij ons lid worden. En ook bij ons van harte welkom. Ik zou zeggen, geef elkaar een foldertje en een flyer en een poster. Ja. Misschien komt de verwarring dan toch weer terug, zoals we vorige keer hadden, dat jullie voor mekaars partij gaan zitten praten. Maar jullie zitten elkaar toch kiezers af te snoepen. En ik denk, als je één lokale partij hebt, dan ben je een stuk beter. Even, u bent trots op al die mensen die u heeft aangenomen. Komen die nou ook allemaal op een verkiesbare plaats? Nou, over die plaats, nogmaals, hetzelfde verhaal, hè? 24 oktober... Ja. Algemene ledenvergadering. Maar u wil ze toch op een verkiesbare plaats? De stukken die worden daarvoor verzonden. Nee, wacht nou even. De stukken voor de algemene ledenvergadering worden volgende week dinsdag verzonden. En dan gaat de informatie over de plaatsen gaat eerst naar de leden. En daar ligt een voorstel voor een plaatsingslijst. Daarna hoor jij het. Er ligt een voorstel voor een plaatsingslijst. Er ligt een advies. Er ligt een advies. Natuurlijk, ja. En we weten wie erop staan dus. Wat bedoel je? Wie zijn we? Frans Nols, Karen Walters. Na die datum krijgt ook u inzage in die lijst. Als je heel trots bent op zo'n lijst dat je mensen hebt binnengehaald, dan zit je natuurlijk ook op de lijst. Dan hoef je tuurlijk, en het allerliefst stonden we met z'n allen op de eerste plaats. Als dat even kon. Oké, nou, we zijn benieuwd hoe dat gaat aflopen en of dat nog vechtpartijen oplevert. Zijn er mensen die nog vragen hebben aan deze lokale partijen, of die misschien verduidelijking willen hebben waarom ze op welke partij zouden moeten stemmen? Of is iedereen eruit? Is er nog iemand die daar iets over wat wil vragen? Iedereen is eruit. Iedereen is eruit. Ze hebben een keuze gemaakt, denk ik. Nou, mooi. Ja. Oké. Okay. Nou, dames, dan ga ik jullie heel hartelijk danken. Het is niet waar. We komen erop terug. Andere keer. Ja, we komen erop terug. Tuurlijk. Het zal ook niet de laatste. Eerste en de laatste. En de uitslag komen er zeker op terug. Ik wil jullie heel hartelijk danken voor deelname aan deze discussie. En nog heel veel succes in de komende verkiezingsstrijd. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel.